Erdien Sacham. Hij is een docent IT en Business bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hij heeft een achtergrond in politiek. Hij schrijft als blogger voor onder andere Marketing Facts, Dutch Cowboys. En hij heeft heel veel kennis van zowel politiek, bedrijfsleven als het onderwijs. En hij is hier vandaag om die kennis te delen en om ons te vertellen hoe studenten en jongeren omgaan met social media, wat ze online doen en hoe je daar als bedrijfsleven en onderwijs op kan inspelen. En vooral hoe je het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar kan verbinden, vice versa. Warm welkom voor Erdien. Dankjewel, hoi. Ik zie al heel veel mensen weggaan, omdat ze bang zijn voor onderwijs misschien. Dat is ook geen echte sexy onderwerp. Fijn dat jullie er wel blijven. Ik ben de derde spreker na de lunch, dus dat is wel lastig. Ik zal het kort en krachtig houden en hopelijk gaan we snel doorheen. Mijn verhaal heeft geen avocado's, heeft geen rotondes, heeft geen katten. Maar we gaan hopelijk allerlei aha-momenten beleven. Want wat ik laat zien, bekendheid bij jullie is. En heel kort ga ik ook aanstippen hoe wij het onderwijs zien en hoe wij samenwerken met het bedrijfsleven. Nou, Changing World, een bekend plaatje. Hè? Eén voorbeeld die ik daaruit wil halen. World's largest movie house heeft geen eigen bioscopen. Netflix, HBO, Amazon Prime. Wij noemen het ook de Netflix-generatie. Eigenlijk willen studenten als een docent zien of een spreker voor hun neus en ze vinden niks aan, willen ze eigenlijk gewoon doorgaan naar de volgende film, naar de volgende serie. Wij zijn de laatste generatie die eigenlijk nog weet, jongeren in mijn klas ook nog wel, maar daarna niet meer, mijn zoons, ik heb er 3, de oudste is 9 en de jongste is 14 maanden. Die van 14 maanden weet dat hij moet scrollen op Instagram. Niet met 300 km per uur, maar het is gewoon eigenlijk eng. Hier een bekend plaatje van Tiger Woods. Verschil tussen 2000 en 2018. In 2000 heeft nog niemand een telefoon of een camera bijna. Maar in 2018 gaan we helemaal los. Net zoals beelden die wij kennen van vroeger, waarbij we met een aansteker op een concert staan. En nu allemaal met onze mobiele lichtjes. Een ander bekende heeft een metro gehaald. Er is een discussie. Wie is nou degene die het meeste geniet? Is dat die meneer met die blauwe blouse? Of is dat die jonge man links van jullie die net een foto heeft gestuurd in de verschillende WhatsApp-groepen waar hij lid van is? Met meer dan duizenden deelnemers of duizenden berichten. Als je één dag niet kijkt op zo'n WhatsApp-bericht, hebben ze heel veel berichten gemist. En de meeste is onzin. Ik ben ook iemand die nog steeds lid is van een surprise party van 2 jaar geleden. Ik durf daar niet uit te gaan. Ken je dat gevoel dat je niet wil aangesproken worden van waarom ben je nou uit onze groep? Ook al gebeurt er niks. Nou, Pokémon Go. Ik was echt geschrokken van het onderzoek hoeveel ongelukken er et cetera daardoor ontstaan zijn. Het is nu geen hype meer. Er komt wel iets nieuws aan. Dit is een extreem voorbeeld van iemand die Pokémon's vangt met erg veel mobiele telefoons. Zo kun je ook helemaal losgaan. En voor de mensen die fan waren of zijn van Pokémon Go, er is nieuws uitgekomen. Hè? Harry Potter. Ik ken het nog niet. Blijkbaar is het super ingewikkeld om te leren hoe je hiermee moet spelen. Allerlei hypes waar jongeren, onze generatie, jongeren, onze studenten, waar ik les aan geef, mee bezig zijn in de klas. Een jaar geleden, als ik het woord crypto liet vallen, de hele klas had het erover. Jongeren waren aan het mijnen, ze waren aan het met cryptocurrencies aan het strooien. Ik kreeg uitleg van mijn studenten over cryptocurrency. Onderwijs, docentschap is niet meer alle kennis in pacht. Ik heb die kennis niet, echt niet. Studenten komen binnen, die zijn veel verder in C-Sharp, Python, SQL dan wat ik ooit heb geleerd. Ik ben ooit begonnen met Turbo Pascal en Delphi 2.0 en Visual Cafe Java of zoiets heb ik nog gedaan en Oracle. Dat durf ik nu niet op mijn cv te zetten. Dat is ook weer trouwens een probleem voor heel veel werkloosheid boven de 50, omdat ze daarmee ooit gestudeerd hebben en aan de slag zijn gegaan en zichzelf niet hebben ontwikkeld. Dus ik zeg tegen mijn studenten die ICT studeren, van als je hier studeert, wees dan bewust dat je je hele leven lang moet studeren. Ja, een fenomeen die uit Amerika is overgewaaid. Misschien ken je het wel. Als je uit eten gaat met mensen, familie, vrienden, dan verzamel je alle telefoons. En degene die het als eerste opneemt, moet de rekening betalen. Alleen het is wel zo dat wij hebben afgesproken, we hebben allemaal kinderen. Dus als er gebeld wordt, mag je wel opnemen, maar alle berichtjes, et cetera, dan niet.
Ik hoorde, of ik las gisteren, dat er een bericht vanuit Facebook komt dat ze proberen die rode stipjes met cijfers te disabelen. Zodat je niet gedwongen wordt, eigenlijk psychologisch, om een leeg vlak te krijgen. Ik weet dat er ondernemers zijn die misschien wat 1000 mails nog moeten lezen, of meer dan 1000 mails. Maar ik ben al heel blij dat ze met die ontwikkelingen bezig zijn. WhatsApp, hè, is even verslavend als coke. Dat merk ik ook in mijn klas. Als we lesgeven, moeten we zingen, dansen, springen, theater spelen, grapjes maken om de aandacht vast te houden. Hier ook, hier valt het nog mee, maar als het even verveelt, gaan we onze telefoon pakken. Volgens een onderzoek weten we binnen een minuut dat onze telefoon kwijt is, binnen 27 minuten onze portemonnee. Als we die nog hebben. Sommigen hebben er niet eens een portemonnee nou bij. Dit is ook een leuke, uit de Speld. Mark ontsnapt uit de WhatsApp-groep. Jullie krijgen de slides gestuurd. Ik vind het een hilarisch bericht waarbij iemand eigenlijk de hele tijd vertelt dat hij bang is dat hij weer terug wordt gestopt in een groep waar hij weer eruit wil gaan. Nou, we kennen Facebook. Steeds minder jongeren gebruiken het. 20 boven de 30 alleen. Ik vraag dan aan jongeren waarom geen Facebook. Het heeft niks met privacy te maken. Nee, opa en oma zijn lid. Waarom zou ik dan op Facebook zitten? Die zitten op Snapchat. Hè, die zitten op Instagram. En als ze WhatsApp... Als ze meneer Zuckerberg niet zo leuk vinden, gaan ze naar Telegram. Dan zeg ik van, dat is wel een Russisch bedrijf. Vind je dat wel veilig genoeg? Dan is er nog Signal. En dan hebben we nog WeChat, KarokeTalk. Dus de direct messaging tools, die worden steeds belangrijker. Mensen gaan af van het posten van foto's, intieme foto's op social media kanalen. Maar gaan steeds meer naar de direct messaging tools. Het meest nieuwe fenomeen is TikTok. Ken je het? Wie kent TikTok al? Wie heeft al jongeren? Ook fijn dat hier best wel veel mensen die het kennen. Het is zelfs zo ver dat het meer dan Facebook en Instagram gebruikt wordt. TikTok is een soort verzameltruc met Vine. Kennen jullie Vine nog? 6 seconden films. Helaas bestaat die niet meer. Hier heb je allerlei filmpjes. Ik zal nog even teruggaan. Hier zie je dus dat mensen de meest vreemde films van zichzelf posten en dat delen. En het is weer een nieuwe fenomeen. Social media zal blijven bestaan, alleen... De providers of degene die daarmee, de Facebook en de Twitter zullen een andere naam krijgen. Een ander fenomeen die enorm veel gebruikt wordt en gezien wordt door onze jeugd zijn mukbang-video's. In China is eenzaamheid een probleem en mensen kijken graag dan naar andere mensen die aan het eten zijn. Dit valt nog mee, maar je hebt dus ook mensen in beeld die hamburgers of spaghetti of afschuwelijke andere zaken aan het eten zijn. Miljoenen views. Dus mocht je ooit in YouTube willen starten, ik dacht erover na, ik kom uit Den Bosch, misschien moet ik een bossenbol gaan eten. Dat ziet er ook niet uit als je het op de juiste manier eet, zonder mes en vork. Dit is wat bekender, maar ik vraag dat iedere keer aan mijn studenten, ASMR, oftewel breinorgasme. Dat mag je niet gebruiken, maar er was zelfs een dokter die daar onderzoek naar doet. En dit zijn video's waarbij je tot rust komt. Het werkt niet bij iedereen, bij mij wel, helaas. Dus ik ben een beetje verslaafd. In de avond vooral, als ik tot rust wil komen en ik ga over een half uur slapen, dan kijk ik naar die ASMR-video's. Ken u dat gevoel van kippenvelgevoel als je naar iemand luistert of als je naar iets kijkt? Ja, dat gevoel krijg je dan als het werkt bij jou. En eigenlijk bestaat dat al heel lang. Bob Ross was degene die het ooit heeft gedaan, maar hij wist het zelf niet. Helaas vroeg overleden. Maar hij was degene die met zijn eenzame boom hier en een vriendje daar, die is daarmee begonnen. Mocht je Bob Ross missen, dan is er nog steeds een app wat je kunt downloaden. En natuurlijk nog heel veel andere YouTube-filmpjes van hem. Oké. Mooie foto, hè? Een selfie. Helemaal alleen. Totdat je ontdekt dat er een rij staat. Van mensen die dezelfde foto willen maken. Ja, fantastisch. Instagram. Mensen leven soms voor Instagram. Ik vind het heel eng als ik met jongeren praat, dat ze aangeven van, ik zit soms te verzinnen, meneer, of Erdinch, wat ik vandaag moet gaan doen, omdat ik al 2 dagen niks heb gepost op Instagram. Dus ze leven voor Instagram, ze leven voor Facebook, ze leven voor social media. Dit is een wat oudere foto, maar het is weer in het nieuws gekomen, vanwege een queue. Volgens mij zijn er 10 mensen overleden, omdat ze aan het wachten waren om op Mount Everest op de top te komen. Het is niet meer zo exclusief, hè?
Volgens mij betaal je maar $50.000. Ja, ik kan het niet betalen, maar er zijn mensen die dat doen, die dat kunnen. Ja, en dan kun je aangeven, bucketlist. Hè? Ik heb het gehaald, ik heb de Mount Everest beklommen. Ja, hoe gaan we op vakantie en wat voor foto's maken? Hier zie je dat er heel veel foto's van benen worden gepost. En dit is een soort dans die wordt uitgevoerd. Ik snap dan niet, laat dan één iemand een foto nemen en stuur het door naar elkaar. Er zijn ook wat eigenere zaken. In de jaren 80, 90 gingen mensen met Brad Pitt of met George Clooney naar de plastisch chirurg. Van ik wil er zo uitzien. Nu gaan ze met hun eigen filters dat je kunt creëren naar de plastisch chirurgen om hun gezicht en zaken te veranderen. Camera natives. Hè, er worden ongeveer 3,5 miljard snaps per dag gestuurd, Snapchat. Wie gebruikt die Snapchat? Ja, oké, één mevrouw. Oh, drie mensen. Heel erg populair onder jongen. En dit ben ik trouwens. Het is zo erg dat dit wordt ook heel veel gebruikt door face recognition. 1 op de 2 Amerikanen is nu al herkenbaar met gezichtsherkenningssoftware. Dus ik ben al te laat. Ik ben overal al in de automatisering bekend. Maar er bestaat nog iets als gamification binnen Snapchat. Dit noemen ze de Snapstreaks. Je moet als gebruiker binnen 24 uur een foto hebben gestuurd naar een vriend of vriendin. En dan krijg je 1 snapstreak of een snapreeks. En als je dus 24 uur dat niet hebt gedaan, haal je al je punten. Ben je al je punten kwijt. Er is een student van mij, nummer 1, die heeft 734 punten behaald. En ze zegt zelfs, als ik op vakantie ga en er is geen wifi, dan geef ik mijn telefoon aan mijn oma, die dan één foto, een zwarte foto zie je dan, stuurt naar iemand, zodat ik die snapstreaks behaal. Mooi hobby. Ik luisterde laatst naar de CTO van LinkedIn. En die gaf aan, je kunt nooit de 100% halen. Dat vond ik wel flauw. Ik doe keihard mijn best om die 100% te halen, maar dat kan niet. Dat is ook zo'n trucje. Je bent nooit af als mens. LinkedIn zegt ook van, je moet continu aan jezelf werken. Dus zorg ervoor dat je ermee aan de slag gaat. Ook een wat oudere plaatje. Facebook weet van heel veel van ons, hè. Dat hebben we wel ontdekt. Maar toen dachten we dat ze alleen maar nog wisten dat je een relatie zou gaan krijgen. Hè, je bent nog bezig, je liked iemand, je vindt het leuk om commenten. En dan uiteindelijk heb je een relatie en dan is het niet meer zo interessant. Het is net zoals nu met mijn vrouw, ik ben 13 jaar gelukkig getrouwd. Voorheen stuurde ik allemaal mooie gedichtjes en zo naar haar. En zij naar mij en nu krijg ik 2 melk, 1 brood. En die is een kusje. Hè? Bedankt. Zo gaat dat. Ik hou nog heel erg veel van haar. Netflix. Netflix geeft letterlijk toe van going out to dinner with friends or enjoying a glass of wine with their partner. Daar concurreren we tegen. He, ze willen zombies van ons maken. He, bing-watching, ik ken het fenomeen ook. Ook vaak gedaan. Maar daar concurreren ze. Ze geven ook toe. Wij willen eigenlijk niet dat je een sociaal leven hebt. Of ja, gezamenlijk kijken. Oké, dat kan misschien nog wel. Dit vond ik een hele leuke, maar ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Kijk, dus de privacy en de security, wat we net hebben gehoord van Brenno, speelt ook bij ons heel erg. En wij hebben ook het onderdeel cybersecurity. En dat miste ik, maar daar hebben we ook te weinig tijd misschien voor. Social engineering. Onze studenten mogen in samenspraak met een CIO een test doen op werk. En dan laten ze bijvoorbeeld USB-sticks los met natuurlijk een code erin. En dan, wat doen heel veel medewerkers? Die pakken zo'n gratis USB-stick, 32 gigabyte. En dan stoppen ze in hun laptop en ze zijn gehackt. Wel veilig, gelukkig. Of een ander fenomeen, wat heel soms herkenbaar ook is. Je komt met een hele zware doos bij een lift, waar je eigenlijk alleen naar boven kunt met een pasje. Wat doen wij als mensen? We zien dat die persoon een hele zware doos heeft en die wil naar boven. Oh, ik doe dat voor u. En ze gaan naar boven. Gelukkig en hopelijk wordt daar meer aandacht aan geschonken. Oké, nu over het onderwijs. Ja, dit zie je ook vaak en dat hoor je vaak. En 65% van de kinderdagverblijfkinderen, die zullen een baan hebben die nog niet bestaat. Dus een beroep hebben die nog niet gevonden is. Um,
En we zien ook dat helaas het onderwijs zelf weinig verandert. Je hoort van alles. En als ze willen veranderen, dan hoor je het in één keer over iPad-scholen. En er wordt gezegd, als je een docent of een leraar 100 jaar, die 100 jaar geleden actief was, nu voor de klas zou zetten, dan zou die niet zo verbaasd zijn. Die kan gewoon beginnen met lesgeven. Dat is anders dan als je een arts van 100 jaar geleden nu in een operatiekamer plaatst. Wat recentere foto's en eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Dit zien we heel vaak. Wordt er nog wel geluisterd naar docenten? Ik vind het heel erg zielig om zo'n collega van mij te zien voor de klas te zweten. Terwijl de studenten zitten gewoon de game op 9gag, zitten dan op Dumpet, op Geen Stijl. En ze zitten gewoon met elkaar te whatsappen op een desktop. Nogmaals, de concentratievermogen is erg gedaald. Oreren, wat ik nu doe, doen we heel weinig bij ons op school. We weten gewoon dat learning by doing het beste is. En dit willen we ook niet doen. He, in China is daar heel ver in. Jullie volgen het ook. Wat ik zag, ik heb het niet kunnen plaatsen hier, was een klas die een school binnengaat met gezichtsherkenning. Dus, maar goed. Nou, zaken die open onderwijs mogelijk maken. En dit hadden onze studenten tot hun beschikking. En nu hebben ze nog meer tot hun beschikking. En als er nou, als het werkt, werkt die? Ja? Nog één. Dus heel veel is ook online beschikbaar. Studenten zeggen ook soms van, meneer, wat u heeft verteld, heb ik op YouTube geluisterd van iemand uit India. En die vertelt veel beter dan u. daar zeg ik van, goed zo, doen. De oude docentschap bestaat ook niet meer. Je bent meer als coach actief, je bent meer bezig met vragen stellen en proberen de juiste richtingen aan te geven. Dit is wat er vaak gebeurt in het onderwijs. Iemand is niet goed in Engels, maar wel goed in bijvoorbeeld wiskunde. Wat doen we? Je moet meer aandacht geven aan Engels. Wat gebeurt er dan? Dan is er ook wat minder motivatie voor de andere vak. Wat wij willen, wat wij geloven is, als iemand goed is in wiskunde, geef daar meer aandacht aan. Zorg ervoor dat hij dan helemaal los kan gaan. En dat zie je soms, niet altijd, soms zie je dan dat het Engels ook wel omhoog gaat. Hoe leert een student? Jullie kennen het allemaal. Er is een tentamen aan het eind. We doen niet zoveel, helemaal niks. En één dag van tevoren, en als je een goede student bent, 2 dagen van tevoren, leer je een vak. Goed zo. Tentamen gehaald, toets gemaakt, 2 dagen later weet je het niet meer. Ik heb les gehad in softwarearchitectuur. Ik ben afgestudeerd in information management. Maar als je nou mij zou vragen, van wat is Zegman? Ik weet dat hij bestaat, maar voor de rest kan ik er niet zoveel over vertellen. Ligt aan mij. We voeden onze studenten op als professionals in het maken van toetsen. Ze kunnen heel goed toetsen maken. Wat wij willen bereiken is dat ze eigenlijk continu geïnspireerd raken. Wat we wel doen is kwartier, 20 minuten, 30 minuten maximaal een inspiratiecollege geven. Wat uitleggen. En dan de studenten aan het werk zetten. En uiteindelijk toetsen we ze niet, want we toetsen ze continu. Dat is wel lastig voor docenten die heel graag thuis willen zitten en vrij willen zijn. We verwachten wel dat je aanwezig bent en de student ziet, zodat je ook de proces ziet. En we geven ze dus continu feedback. Ik hoef ze dan niet meer aan het eind te testen. Ik weet eigenlijk al na 10 weken, na 3 weken en eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, weet ik na 2 dagen al of een student het gaat halen of niet. Alleen, dat mag je natuurlijk niet zo zeggen. We geloven in je, je gaat ervoor. En soms verbazen studenten ons en lukt het ze. Dus we geven ze heel vaak feedback. Wij zijn nu zo ver dat wij geen tentamens hebben. Al 15 jaar niet. Erik Slaats is daarmee begonnen bij ons, bij Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven. We hebben geen tentamens. We hebben geen vakken. Dus je kunt bij ons niet een vak gaan doen of herkansen, dat bestaat niet. Je haalt het semester of niet. Wij hebben geen rooster. Geen rooster? Ja, dat vragen ze vaak. Meneer, wat is ons rooster? Ja, je bent om 8:45 aanwezig en rond 3 uur, 4 uur mag je naar huis. Wat krijg ik dan daar? Ja, dat hoor je dan van de docenten of dat kun je lezen in onze ELO. Wij gebruiken natuurlijk ook een ELO, Learning Management System Tool. Wij hebben nu...
Dat is een experiment en we zijn ook aan het bouwen. We hebben geen lokalen meer. We werken in open ruimtes. Ik weet niet of dat de beste manier is. Maar we zetten gewoon al onze studenten bij elkaar. En hopelijk komen er ook wat bedrijven bij. Zodat studenten en bedrijfsleven samen in één ruimte zitten. We hebben een coöperatie opgericht. Een bedrijf betaalt ongeveer volgens mij 15.000 euro om lid te worden van die coöperatie. En dan kunnen ze tussen onze studenten zitten, ICT'ers, potentiële werknemers, en dan samen opdrachten uitvoeren. Ze hebben dan ook een werkplek. Dat is de Partner in Innovation verhaal. Dit is een voorbeeld van een tool die wij gebruiken dus. We geven feedback. Maar studenten moeten ook zelf aangeven wat ze van zichzelf vinden, wat ze hebben gedaan. En zo zie je dat er soms discrepantie kan ontstaan. Dus het verschil, er is een verschil tussen wat de docent ziet en wat de student ziet. Wat we ook heel goed aan het doen zijn, is onze verhaal van Partner in Education, dat is gratis. Nu al meer dan 110 bedrijven die lid van ons zijn. Ze tekenen een convenant. Bij de rechter stelt het niet zoveel voor, helemaal niets. Maar ze tekenen een convenant waar ze aangeven dat ze ongeveer 200 uur per jaar zullen besteden aan onze studenten. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar wat ze doen is gastcolleges geven. We mogen op excursie, ze jureren onze projecten, ze bieden projecten aan, challenges aan. Ik ben nu 9 jaar docent en sinds 8 jaar heb ik geen case verzonnen. Er is geen verzonnen case waar mijn studenten aan werken. Zij werken met echte praktijkproblemen, casuïstiek. En bedrijven geven feedback. En wij hebben onze bedrijven zo opgevoed dat ze ook eerlijk zijn en geen genadetestjes gaan geven. Wij willen gewoon dat bedrijven zeggen van dat is niet goed. Kom op, opnieuw. Onvoldoende. Uiteindelijk moeten wij dat geven als docenten. Wij hebben ook daar vergelijkingsmateriaal voor. Maar wij zijn heel trots in de samenwerking met de bedrijven. Er is een wachtrij van bedrijven die met ons willen samenwerken. Het is ook een win-win situatie. Zij zien de potentie. Zij kunnen meegaan met alle nieuwe ontwikkelingen. We hebben ook geen vastgelegde curriculum. Voor de mensen die iets weten van onderwijs, een curriculum leg je vaak vast voor 4 jaar. Maar wij hebben nu ieder half jaar een verandering, kunnen we dan aanbrengen. We zijn dus ook bezig met blockchain, ook al is het een besmet term. We zijn ook bezig met AI, we zijn ook bezig met conversational marketing. Onze studenten zijn bezig met chatbots, neuromarketing, eye-tracking software, et cetera, die ze gebruiken om daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk alle richtingen die we binnen ICT hebben, behalve bioinformatica, dat is alleen volgens mij alleen in Groningen wordt dat gegeven, hebben wij niet. Maar onze open onderwijs, open education, geeft een student de kans om met zijn eigen plan, eigen leerdoelen bij ons te komen. En eigenlijk keuren we bijna alles goed. Zolang het maar met ICT te maken heeft. En tegenwoordig heeft alles met ICT te maken. Volgens mij ben ik heel snel door mijn verhaal gegaan. Is ook niet erg. Bedankt. Dat ging inderdaad rap. Dat is niet erg. Daar hadden we wat meer tijd over voor vragen en voor de koffiebreak. Leuk. Voordat we naar de vragen gaan, ik bedacht me vandaag dat ik nog helemaal niks op de Insta-story had gedeeld. Hey. Dus misschien kunnen we even een selfie maken. Ja, prima. Moeten we dat? Ja. Natuurlijk. Kijk, met een gewillig publiek. Zou ze lachen? Hartstikke leuk. Dank je. Goed, dankjewel. Laat ik beginnen met een vraag die ik zelf heb, want op de momenten dat ik geen sprekers aankondig op conferenties, run ik een bedrijf in Amsterdam, ik ben een van de sponsors, Limoen Groen, en wij vinden diversiteit in het bedrijf heel belangrijk, maar we zien een kip-ei situatie waarin er heel weinig nieuwe aanwas komt vanuit de softwareopleidingen. Zo heb ik een aantal stagiairs gehad en nog steeds, die vertellen mij dat ze in de klas zitten met 30 jongens en dat er gewoon 0 meisjes in hun klas zitten. Hoe gaat Fontys daar nu om? Hebben jullie initiatieven om wat meer diversiteit aanwas te stimuleren op een positieve manier? Er zijn initiatieven, er zijn landelijke initiatieven, provinciale initiatieven, hogescholen en universiteiten zijn er ook mee bezig. Het blijft een lastig probleem, want er zijn heel weinig rolmodellen. Dus ik ben dan blij dat er wat vrouwen zijn, maar wij hopen dus dat er meer rolmodellen zullen opstaan. En gelukkig de oprichter van TomTom, mevrouw, volgens mij die is ook nu bezig met de Code Academy in Amsterdam. Dat is maar één voorbeeld, maar ook de dame die voor elkaar kreeg met haar team, met de eerste foto van de zwarte gat. Dat is ook een soort voorbeeld die we dan aanhalen. En ze hebben toch genoeg. Maar ze zien namelijk ook heel veel
mannen in bedrijven. En bij ons is het nu 70-75% man en de rest is een dame. Maar we zijn ermee bezig en hopelijk komt er een moment dat we hier niet over hebben. Laten we het hopen. Ja. Zijn er vragen vanuit het publiek? Ja. Of meerdere zelfs. Laat ik even hier beginnen. Je hebt heel veel over vrijheid voor de leerling, heel veel keuzeruimtes, open ruimtes bijvoorbeeld. Maar kan iedereen daar wel mee omgaan? Ik zie bij ons iedereen in één ruimte zitten en er zie ik ook steeds meer mensen niet blij mee worden, bijvoorbeeld. Of ik zie steeds meer mensen die, ik heb altijd het doel, ja, je wil grotere, moeilijkere projecten. Terwijl ik uiteindelijk terugkrijg, ja, ik wil gewoon eigenlijk iets simpels. Iets gewoon wat ik weet dat, hoe het moet. Ja, wat ik nu vertel is ongeveer voor onze studentenpopulatie, 50% van onze studentenpopulatie is daarmee bezig. Het is nog niet, we zijn 15 jaar hiermee bezig, we zijn nog niet zo ver om aan alle studenten dit aan te kunnen bieden. Want niet iedereen kan omgaan met de vrijheid. We hebben ook heel veel studenten met een bagage. Autistisch spectrum of mensen die niet tegen drukte kunnen, et cetera. Daar hebben we wel aparte trajecten voor of stilteruimtes waar ze kunnen zitten. Het is dus niet 100% geschikt voor iedereen. En hoe maak je die keuze? Wat maakt de student... Dat geeft de student zelf aan. Gelukkig hebben wij dus een paar richtingen. Open, demand en course-based. En vanuit die richtingen kunnen ze dan kiezen van... Ik vind toch wat meer structuur bij mij passen. Dan mogen ze dat ook zo doen. Interessant, leuk. Ja, dankjewel. Ik zou heel graag willen. Ik hoor u zeggen dat het steeds meer wordt dat u coach wordt in plaats van puur een inhoudelijke docent. Hoe ziet u dat naar de toekomst toe? Ik kan me voorstellen, de technieken worden steeds diverser. Dat bijblijven, dat wordt steeds lastiger. In ons werk zijn we natuurlijk ook steeds meer aan het coachen en agile. Dat geldt dan eigenlijk ook voor docenten. Is daar ook een trend te zien bij docenten in die vorm? Het allergrootste probleem bij ons, qua verandering, is onze eigen docententeam. Heel veel mensen zijn docent geworden, zijn een beetje half narcisten, die vinden het leuk om aandacht te krijgen. En dat wordt van ze afgepakt. He, lesgeven is vies. Dus dat is natuurlijk niet zo. Je mag natuurlijk lesgeven. Maar onze docententeam die had het meer last van de veranderingen die we hebben laten plaatsvinden, dan onze studentenpopulatie. Die zijn na een paar weken gewend dat ze niet meer achterover moeten leunen. HAVO-mentaliteit of wat ze gewend zijn op de middelbare school. Docent moet al het werk doen. Zij leunen achterover en ze krijgen van de docenten te horen wat er gebeurt. Bij ons is het gewoon, wij vertellen kort een verhaal en zeggen we aan de slag. Hoezo aan de slag? Ja, u is aan de beurt. Ik ben hier om feedback te geven. Als ze die vragen, en als ze natuurlijk niet vragen, gaan we langs de studenten. We nemen ze eerst half jaar bij de hand. Daarna laten we ze voorzichtig los. Maar detoxen of ontgiften is wel een uitdaging voor ons. Wij proberen dus onze studenten eerst aan te leren hoe wij werken. En als ze dan zo ver zijn, laten we ze los. Ja. Is die vraag middenin? Dankzij Michiel ben ik ook hier. Fijn dat je een vraag stelt, Michiel. Ja, leuk verhaal. Dankjewel. Jij zegt, we hebben steeds meer vrijheid. De studenten kunnen eigenlijk kiezen wat ze willen doen en welke richting ze ingaan. En wij coachen daarbij. Maar je bent ook verantwoordelijk voor de minor digital marketing. Klopt. Hoe zit die structuur versus al die vrijheid? Wij hebben het gewoon overgenomen. Binnen onze minor doen we ook bijna hetzelfde wat ik net heb verteld. We hebben eigenlijk alleen maar bedrijven. We hebben alleen maar gastcolleges. En het is echt niet normaal. Ik hoef maar een bedrijf te mailen of op LinkedIn een bericht te plaatsen van kunnen jullie alsjeblieft langskomen een verhaal te vertellen. Heel veel bedrijven springen erop in. Ik heb bijna een nieuwe spreker gevonden hier. Dus het gaat heel snel. En dankzij de koppeling en de wil vanuit het bedrijfsleven kunnen we dit ook zo doen. Zonder bedrijfsleven kunnen we dit niet voor elkaar krijgen. Want docent, ik ben 9 jaar docent, ik zit 9 jaar uit het vak. Ik probeer het te volgen. Het is heel lastig. En wat ik al zei, als er een bedrijf komt en studenten die flabbergasten, als ze een bedrijf horen spreken, ik ook. Ik leer ook heel veel van een bedrijf gastspreek. Zonder bedrijven kunnen we het niet. Dankjewel. Overigens, de studenten die ik binnenkrijg zijn software engineers. Wij werken natuurlijk met PHP en Drupal en front-end frameworks als React. Nou, dat is voor die studenten allemaal nieuw, die werken nog steeds alleen met Java. Scripting languages worden niet gegeven, tenminste daar niet, voor zover mij bekend. Ik was eigenlijk vooral benieuwd, u zegt bedrijven komen gastcolleges geven. Wat is nou de belangrijkste taak of tip die je mee kan geven aan bedrijven om hun rol te nemen richting die aankomende werknemers?
Wat je ziet is, bijvoorbeeld bij ICT, dat de grote jongens met het geld meestal de studenten binnenhalen. Zij geven stagevergoedingen van 500 tot 1000 euro. We hebben ook heel veel bedrijven, MKB'ers, die langskomen en zeggen van wij willen ook graag gebruik maken van die studenten. Dan zeggen we van, ze moeten je leren kennen. We hebben heel veel bedrijven in Noord-Brabant en omstreken die heel veel studenten niet kennen. En dus de enige manier om ze in contact te laten komen met jullie, met het bedrijfsleven, is om aanwezig te zijn bij het bedrijf. En dan geen verkooppraatje houden, want daar prikken ze doorheen, dat vinden ze niet leuk. Ze willen gewoon echt dingen leren. Dus als er een bedrijf komt en die vertelt over een nieuw case, of hoe ze iets hebben opgepakt, dan zijn ze geïnspireerd. En een verkooppraatje vinden ze helemaal niet interessant. Ja. Laatste vraag. Geen vraag. Bert, mag ik jou vragen om nog een mooi presentje te doen? Och, kijk, ik lijk er heel goed op. Dankjewel. 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 Dankjewel.